ga iets vertellen over ja, hoe we ons als KB een beetje op deze dag hebben voorbereid. We hebben daar namelijk speciaal een klein projectje van gemaakt. Want ja, speciaal voor deze dag zou het toch leuk zijn om duidelijk te maken welke boeken nou auteursrechtvrij zijn geworden op 1 januari 2019. Dus ja, hoe check je eigenlijk of een boek auteursrechtvrij is? Daar hebben we ons op gestort. Ik zeg we, maar ik bedoel eigenlijk twee stagiaires. We hebben bij de KB onderhouden we een website DBNL. .org, Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren. Ik kom daar zo meteen nog op terug. Bij deze website, die is enorm bekend onder Nederlandici. Daar komen ook vaak stagiaires of potentiële stagiaires op af. En we hebben twee stagiaires gehad in het najaar. En die waren bereid om zoekwerk te doen. Speciaal voor deze hoofdvraag die wij hier gesteld hebben. Daarvoor zal ik deze bolletjes in mijn praatje afgaan. Ik zal iets vertellen over het leerstuk van het corpus mysticum versus corpus mechanicum in het auteursrecht. Ik ben zelf auteursrechtjurist, dus dat, nou ja, daar wil ik nog wel even iets over vertellen, want dat is ook relevant voor deze zoekvraag. En dan gewoon de praktijk. Hoe zoek je eigenlijk naar die meewerkende mensen die allemaal hebben meegewerkt aan een specifiek boek, specifieke druk? Hoe zoek je naar hun sterfjaren? Wat zijn daar nuttige zoekbronnen? Wat zijn er handige databanken voor online? En dan heb ik specifiek natuurlijk de auteurs als voorbeeld genomen die hier ook aan de orde komen door sprekers die veel meer weten over hun werk en leven. Het resultaat van het zoekwerk van deze stagiaires, ik heb even bijgezegd hoe lang ze erover of hoeveel tijd ze eraan besteed hebben. Ze hebben ongeveer 8 weken, elk 1 dag deel per week besteed aan die zoektochten naar sterfjaren en dan wel meewerken aan boektitels. En we hebben het resultaat daarvan neergezet op publiekdomeinig.nl. En dan kun je doorklikken naar vrijgekomen werken. En dan specifiek de werken die de KB heeft gefourneerd. En als je daarop klikt, dan krijg je eerst een lijst te zien van alle auteurs die in 1948 zijn overleden. Die data hebben wij kunnen halen uit, we hebben natuurlijk een catalogus, we hebben die website dbnl.org waar ook heel veel van dit soort gegevens van auteurs op staan. Dus die lijst was ons uitgangspunt. Nou hebben we die website dbnl.org en daar staat een groot corpus aan gedigitaliseerd materiaal, allemaal gerelateerd aan de Nederlandse letterkunde op. En dat corpus, zoals we dat op die website hebben, daar hebben we die stagiaires op losgelaten, zou ik maar zeggen. Kom ik meteen op het punt. Ja, we hebben net die lijst gezien van die auteurs. Maar hoe zit dat nou specifiek met hun boeken? Zijn die dan dus ook allemaal auteursrechtvrij in het publiek domein gekomen? Nou, dat is een heel belangrijk iets om te beseffen. Dat de oeuvres van die auteurs, die zijn wel in het publiek domein gevallen. Maar de specifieke vorm, de publicatievorm die zo'n boek heeft gekregen, hoeft helemaal niet ook in het publiek domein te zijn gevallen. Er kan bijvoorbeeld een illustrator aan hebben meegewerkt, iemand die het voorwoord heeft geschreven, annotatoren. Dat zijn andere makers die aan dezelfde publicatie hebben meegewerkt en die dus ook 70 jaar of langer moeten zijn overleden, wil zo'n boektitel geheel auteursrechtvrij zijn. Nou, dat is het zoekwerk en de vragen waar die stagiaires zich op hebben gericht. Dan kom ik daarmee op het leerstuk van het onderscheid tussen corpus mysticum en corpus mechanicum. Ik kan het zelf niet goed vertellen en de auteursrechtbijbel van het Nederlandse auteursrecht
is geschreven door de hoogleraren Jaap Spoor, Dirk Vierverkade en Dirk Visser. En dat is het handboek dat alle auteursrechtsjuristen kennen, dat ook in maart over zijn nieuwe herdruk krijgt. Daar staat het heel mooi in verwoord, dat onderscheid tussen corpus mysticum en corpus mechanicum. Wat beschermt het auteursrecht nou eigenlijk? Nou, het auteursrecht beschermt bijvoorbeeld boeken, schilder- en beeldwerken. Een boek bestaat natuurlijk uit een fysieke vorm. Het kan papier zijn, bedrukt papier. Een schilderij kan je op verf op linnen, wat hier allemaal staat. Dat is dus de tastbare verschijningsvorm. En daar spreken we dus van het corpus mechanicum. Maar voor het auteursrecht, wat beschermt het auteursrecht in wezen? Dat is niet de tastbare vorm, maar de geestelijke schepping. De geestelijke schepping, zoals die in een tastbare vorm is neergelegd. Maar het is echt de geestelijke schepping die het object vormt van auteursrechtelijke bescherming. Daarom staat er ook, het auteursrecht beschermt de geestelijke schepping die als regel in een stoffelijk voorwerp is vastgelegd, maar die zelfs maar waarneembaar kan zijn zonder te zijn vastgelegd. Als ik hier een praatje houd wat ik niet heb opgeschreven, en dat heb ik niet, dan kan mijn verhaal toch auteursrechtelijk beschermd zijn, omdat het zintuigelijk waarneembaar is, zoals juristen zeggen. Ik heb er ook bewijsmateriaal overigens van, want het wordt allemaal opgenomen, heb ik begrepen. Maar ook als het niet zou worden opgenomen, dan nog zou mijn verhaal auteursrechtelijk beschermd zijn. Ik heb dan wel problemen met het bewijstechnisch, hè, van bewijs maar eens wanneer je dat je toen dat en dat verteld hebt. Maar volgens op basis van het Nederlands auteursrecht is zintuigelijke waarneembaarheid voldoende om auteursrecht te kunnen genieten, voor een werk. Denk bijvoorbeeld aan de muzikale improvisatie die ter plekke bestaat en misschien niet wordt vastgelegd. In de woorden van Hirschballin, daarmee wordt in dit boek bedoeld de vader van de oud-minister. Dat was een auteursrechthoogleraar. In de woorden van Hirschballin, het door het auteursrecht beschermde werk is niet het corpus mechanicum, dus het lichamelijk, de vastlegging, het lichamelijk object, maar het corpus mysticum, de onlichamelijke schepping. En dan zijn er een aantal juridische gevolgen die daar met dit onderscheid samenvallen. Het werk hoeft niet schriftelijk of anderszins vastgelegd te zijn om auteursrecht te genieten. Nou, het voorbeeld wat ik net gaf. Het auteursrecht komt toe aan degene wiens geesteskind het werk is en niet aan de vastlegger ervan. Dan wordt altijd als begrijpelijk voorbeeld gebruikt het fenomeen architect. Een architect bedenkt het gebouw, maakt er tekeningen van, maar is niet degene die de stenen opstapelt. Dus de bouwvakker heeft niet het auteursrecht op het gebouw. Dat wordt gebouwd, maar dat is het geesteskind van de architect. Het auteursrecht op een werk staat los van het eigendomsrecht op een stoffelijk exemplaar ervan. Dat is zeer belangrijk in de erfgoedwereld. En er zijn ook nog steeds wel veel erfgoedinstellingen die zich daar niet goed van bewust zijn. Men denkt, als ik het exemplaar in huis heb, als ik daar eigenaar van ben, dan heb ik ook het intellectueel eigendomsrecht daarop, het auteursrecht daarop. Nee, dat is een groot misverstand. En dat is omdat het auteursrecht dus op dat corpus mysticum rust en niet op het stoffelijke vastlegging. En dat betekent dus ook dat eigenaren van stoffelijke exemplaren niet het auteursrecht tevens hebben. En als ik dan naar de context van mijn verhaal kijk, dan is van belang om te beseffen dat één corpus mechanicum diverse auteursrechtelijk beschermde corpora mystica in zich kan dragen. Zoals gezegd is dat corpus mechanicum is de vastlegging van een corpus mysticum. En een werk van een auteur kan in diverse vormen worden vastgelegd, in diverse vormen worden gepubliceerd, als je denkt aan de literaire sector. En aan dat soort publicaties kunnen dus ook andere makers een auteursrechtelijk beschermde bijdrage, dus hun eigen corpus mysticum, hebben toegevoegd. En dan komen we dus op toevoegingen als illustraties, boekbandontwerp, voorwoord, et cetera. Dus allerlei bijdragen die maar door andere personen zijn toegevoegd, die zelf voor auteursrecht in aanmerking komen.
Kortom, wat is de stelregel binnen in de boekensector? Het auteursrecht op een boek verloopt nadat de langst levende maker 70 jaar is overleden. Nou, ik denk dat dat in andere sectoren, in film begreep ik, is dat idem dito. Daar hebben ook vaak veel mensen aan meegewerkt. Dus ook dan verloopt het auteursrecht pas nadat de langst levende 70 jaar is overleden. Nou, dit werd dus een zoektocht naar alle meewerkenden. Waar kan je dan je toevlucht tot nemen? Waar haal je die informatie over die meewerkenden vandaan bij een boek, als je het over een boek hebt? Ja, dan kijk je naar titelbeschrijvingen, zoals die bijvoorbeeld in de KB, onze eigen catalogus staan. Staan daar misschien illustratoren ook nog bij vermeld? Hè, dus al dat soort metadata. Metadata zijn dus informatie over informatie in feite, dus informatie over de bewuste titel. DBNL, een hele goede website waar ook bibliografische gegevens van meewerkenden per titel vermeld staan. Ook een hele goede bron. In het boek zelf, hè, als je geen metadata in titelbeschrijving hebt, dan zul je toch echt naar het exemplaar, het boek zelf moeten gaan kijken. En dan kijk je voorin, colofon, je probeert achterin gegevens te vinden. Soms staan bij illustraties of bij boekbanden ook een signatuur of misschien een monogram. Zelfs als de signatuur op keramiek onder. Dat is ook een mooi monogram. En dan heb je zo'n monogram of signatuur. Dan zoek je verder via internet natuurlijk. Je gaat Wikipedia consulteren. Een hele goede databank is die van het RKD. Het RKD is het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Dat zit ook hier in het gebouw. En die hebben een website, RKD Artist. En daar staan alle mogelijke Nederlandse beeldende kunstenaars, ontwerpers, fotografen staan daarin. En dat is een hele goede bron om bijvoorbeeld ook biografische gegevens zoals sterfjaren te vinden. Want ja, eerst zoeken we dus naar de namen van de meewerkenden. En dat is nog niet eens altijd zo makkelijk. Want dat was ervaring van deze stagiaires. Als we het hebben over de boeken waar zij dus nu dat onderzoek naar hebben gedaan. Allemaal zo gepubliceerd voor circa 1950. Dan is het soms wel heel moeilijk om bijvoorbeeld namen van schrijvers van voorwoorden of nawoorden te vinden. Ook vertalers. Kennelijk in die tijd niet belangrijk genoeg om met name vermeld te worden in boeken. En boekbandontwerpers, idem dito. En dan loop je er tegenaan dat je hun namen niet kent, blijven ook onbekend. En het is wel zo, als ze in dienst waren van de uitgever, hebben we ook gehoord. Hè, een uitgever is een organisatie, een BV. Dan eindigt het auteursrecht 70 jaar na eerste publicatie. Dus mochten die boekbandontwerpers in dienst van de uitgever zijn, dan verloopt dat boekbandauteursrecht 70 jaar na publicatie. Dat was het onderdeel van de namen. Ik heb hier een voorbeeld van een titel van Sissy van Marksveld. En daar zie je dan het kopje, eerst heb je titel, dan auteur. En daaronder staat medewerker. Dus daar is al, hebben we metadata van een meewerker. En in dit geval gaat het om een illustrator. Isidorus Maria Cornelis van Mens. Daar staan ook al de jaartallen achter, dus dat is helemaal makkelijk. En dan kunnen we meteen eruit afleiden dat deze bewuste uitgave, is die auteursrechtvrij of niet? Nee, want de illustrator die is pas in 1985 overleden. Dat soort dingen, daar stuit je dan op. Dit is een andere titel van Sissy van Marksveld. En ook daar lees je op de, hoe heet die pagina in een boek? Titelpagina. Ja. Hier staat de wettekeningen van Is. Van Mens. Isidorus was het. En ook op de boekband staat, heeft hij hier. Ja.
Nou, dan heb je hopelijk de namen gevonden van de medewerkers. En dan moet je nog checken van wanneer zijn ze overleden. En daar heb ik een staatje gemaakt van nuttige online catalogie, online databanken. Waar die sterfjaren in elk geval in zijn terug te vinden als ze bekend zijn. Ik noemde al de website dbnl.org. Ik kom daar meteen nog iets, zometeen nog ga ik er nader op in. We hebben natuurlijk de KB-catalogus. Er is ook een internationale databank die VIAF heet. En dat staat voor Virtual International Authority File. En dat is een bundeling van gegevens afkomstig uit veelal nationale bibliotheken. En die koppelen identiteiten van auteurs aan elkaar. Is deze Jan Jansen dezelfde Jan Jansen als die in de Deutsche Nationalbibliotheek? Dus zo kan je auteurs identificeren met die gegevens. Ik noemde al RKD Artes. Dat is een hele nuttige bron voor ook sterfjaren van makers van beeldende kunst, illustraties, foto's, ontwerpers, boekbanden. Mochten ze daar niet in voorkomen, dan is het natuurlijk nog een Google-zoek. Tocht die je kan doen. Denk aan Wikipedia, maar denk ook aan een bron die de KB host. En dat is Delver.nl, misschien kent u die wel. Daar staan miljoenen krantenpagina's op. En daarin zou je bijvoorbeeld op overlijdensadvertenties kunnen zoeken. Dus dat is ook een hele goede bron om sterfjaren te vinden. Je hoeft alleen maar het sterfjaar te weten. Je hoeft niet de precieze datum van iemands overlijden te weten, omdat volgens het auteursrecht moet je altijd loopt de auteursrecht termijn af op de 1 januari die volgt op het jaar waarin de 70 jaar termijn is behaald. Dus Harry Mulisch is in 2010 overleden. Wanneer is zijn hele oeuvre auteursrecht vrij? Op 1 januari 2000. Exact. Dus de exacte datum hoef je niet te weten van iemands sterf. Als je maar het sterfjaar weet, dan kan je uitrekenen. Het is altijd op 1 januari. Ik vertelde al over de website DBNL. Staat voor Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. En het is een enorm gedigitaliseerd corpus dat de KB samen met de Taalunie en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek onderhoudt. Het is een van onze meest bezochte websites, kan ik al zeggen. Dat is dus het corpus waar de stagiaires voor ons ingezocht hebben om die auteursrechtvrije titels te vinden, die geheel auteursrechtvrije titels. Dit is bijvoorbeeld de pagina over Sissy van Marksveld. En daar kan je linksboven zie je de biografische gegevens, complete geboorte- en overlijdensdata. Op deze pagina je kan zowel primaire literatuur vinden. En dat zijn dan bronnen die door de auteur zelf zijn geschreven, maar ook secundaire literatuur, dus literatuur over de bewuste auteur. Die titel die ik net liet zien met die Isidorus van Mens, dat is deze titel. En daar zie je ook welke gegevens we daarover op DBNL hebben staan. Ook hier staat met illustraties van Is. Van Mens. Dit is de entry van Isidorus van Mens in RKD Artest. En daar vind je veel meer informatie over in welke steden hij werkzaam is geweest. Zelfs zijn bijnaam, Den Buitenlandsen Hollander. Wat ik zelf wel mooi vond om te lezen, werkzame periode. En dan staat dan circa 1905-1985, tekende al vanaf zijn jeugd karikaturen, ondanks zijn studierechten. ik kan u verzekeren dat er wel degelijk ook juristen zijn die zeer creatief zijn.
Je kunt zowel in de juristerij creatief zijn, maar ook buiten de juristerij als maker creatief zijn. Dit gaat niet goed. En dan het Wikipedia-lemma van Isidorus van Mens. Dus dit is gelukkig een maker waar flink veel informatie over te vinden is. We hebben in ieder geval zijn sterfjaar kunnen vinden. Dus dat helpt ons weer verder. Ik vond nog een artikel in een krant over de Joop ter Heul-serie. En daar staat, daar vet gedrukt, zie je ook weer Isidorus van Mens. En daar staat ook onder de boeken van Sissy van Marksveld zijn in de loop van de jaren door diverse tekenaars geïllustreerd. Opzij laat tekeningen zien van Isidorus van Mens, Hans Borrebach en Henri Pieck. De tweelingbroer van Anton Pieck. Deze illustratie is van Henri Pieck. Dus gelukkig zijn toch ook vaak in ieder geval namen van illustratoren bekend. En ja, als je dan sterfjaren vindt, dan kan je een uitspraak doen over de vraag of een titel, een boek, compleet auteursrechtvrij is of niet. Wat voor juristen ook een gelukkige bijkomstigheid is, is wanneer de auteur tegelijk de tekenaar is. Dan is het helemaal duidelijk en dan hoef je maar één zoektocht te ondernemen. Niet alleen Freddy Langeler, die nog aan het eind van deze dag aan de bot zal komen, is daar een voorbeeld van. Maar ook bijvoorbeeld Felix Timmermans, die diens werk, of diens oeuvre is vorig jaar auteursrechtvrij geworden. En hij, illustraties van zijn hand, die staan vaak ook op boekbanden van zijn uitgegeven werk. Emiel Vleerakkers die komt na mij aan bod. Dat is dan de spreker op deze Vlaamse jezuïet, is het, meen ik, ingaan. Vleerakkers die figureert met flink wat titels in het lijstje waar de stagiaires uiteindelijk mee zijn op komen draven. Op de website publiekdomeinig.nl en kijk dan onder vrijgekomen werken, zie je een aantal titels die, waarvan wij kunnen zeggen, ja, die zijn compleet auteursrechtvrij. Doe ermee wat je wil. Geef het opnieuw uit. Of haal er plaatjes uit. Alles mag, want het is publiek domein. Je ziet dat de oogst van 1 januari 2019 niet heel groot is. Dat is ook omdat we eigenlijk zo'n zoektocht voor het eerst hebben gedaan en dan voor het eerst op met het DBNL-corpus. We hebben niet speciaal voor Publiek Domeindag werken gedigitaliseerd. En achteraf is het ook heel nuttig om zo'n ervaring van stagiaires te hebben. Want ik had nog een paar jaar geleden het idee, kunnen we niet aan public domain driven digitization doen? Dus dat je per jaar kijkt van volgend jaar komt het werk van die en die vrij. Dan gaan we dat werk met voorrang digitaliseren. Maar uit dit onderzoek blijkt dat je per titel moet kijken of een publicatie wel auteursrechtvrij is. Dus je kunt helemaal niet het complete oeuvre van een auteur op 1 januari online brengen. Want als er illustratoren hebben meegewerkt, dan ja. Dus dit is echt handwerk en het moet per titel bekeken worden. En dat is een nuttige informatie die we daarmee hebben gekregen. Even denken. Ja, dat was mijn verhaal.